Maar ja, wel een warme man moet ik zeggen. Het is, ja, we hebben ook veel gelachen met elkaar. Vandaag gaan we langs bij ADO Den Haag om kennis te maken met het talent Sascha Komjenovic. Ik ben iemand die altijd heel gretig is om een goal te maken. En ook gewoon om altijd betrokken te zijn bij de aanval. Ik sluit altijd, kom altijd voor de goal en probeer zo mijn goals te maken. En verder ben ik iemand die ook als ik niet aanvallend moet spelen, ook box-to-box kan spelen. Dus gewoon heel veelzijdig en heel hard werken. Hoe is het om voor ADO Den Haag te spelen? Het mooie is dat je speelt veel op karakter. Het, al in de jeugd wordt er tegen gezegd, je bent geen Ajax, Feyenoord, PSV. Je gaat geen per se altijd mooi voetbal spelen. Alleen zorgen dat je elke dag 100% geeft. Dat je elke wedstrijd gewoon doorgaat dat je geen adem meer hebt. En dat is eigenlijk het mooie. Dat deze club hoeft niet altijd mooi voetbal te zien. En heb je ook gezien hoe we nu punten hebben gepakt. We spelen niet altijd mooi voetbal. Het is gewoon altijd gaan, gaan, gaan. En met z'n allen. En ook het mooie is, als je het niet goed doet, krijg je het ook te horen van de supporters. Dus het is, je bent echt één ook met de club, met de supporters. Dus dat is mooi. Als je dan zo kijkt naar jouw eigen kwaliteit, wat vind je dan, en jouw positie, wat vind je dan een mooie speler waar je dan naar opkijkt in het algemeen? Ik hou van spelers die altijd met veel intensiteit spelen. Waar ik echt van geniet is wel Valverde bijvoorbeeld bij Real Madrid. Dat is zo'n speler die altijd 100% inzet heeft. En zie ook veel bij Zuid-Amerikaanse spelers. Daar hou ik wel van om naar te kijken. Iemand die gewoon echt door een muur heen moet als moet. Ben je dat Zuid-Amerikaanse temperament ook een beetje in jouw spel terug te laten komen? Jawel. Ik kom vanuit de Oostblok vandaan. Dus ik heb dat wel in me. Ik ben half Servisch, half Russisch. Dus dat zit wel een beetje in me. Wat zijn eigenlijk jouw dromen in de voetballerij? Mijn droom is eigenlijk wel gewoon slagen in Nederland. Toch in de Eredivisie te kunnen spelen. En uiteindelijk wel een stap... Stap maken naar het buitenland. En het liefst Italië. Qua mentaliteit vind ik het ook mooi. Het is gewoon winnen, is waar het om gaat. En ik denk dat iedereen zo gedreven is. Het is anders ook, vooral dan in Nederland. In Nederland wil je toch af en toe mooi voetbal zien. Maar daar denk je van, maakt mij niet uit, ik schiet die bal 15 keer over de boarding. Als we 3 punten hebben, is het goed. Ik vind dat mooi. Afgelopen seizoen werd Dick Advocaat een tijd de trainer bij ADO Den Haag. Hoe was dat voor Komjenovic? Ja, mooi moet ik zeggen. Het was een snelle switch. We presteerden heel erg slecht. En hij moest gewoon zorgen dat we punten pakten. Dus niet te veel poespas. En gewoon, hij kwam, veranderde wat dingen. En zodoende uiteindelijk bijna nog de periode gepakt. Derde periode. Net niet. En net ook de play-offs gemist. Maar wel een warme man moet ik zeggen. Het is, we hebben ook veel gelachen met elkaar. Ja, wat is het meest dat echt van hem is bijgeleefd bij jou? Wel zijn energie, moet ik zeggen. Voor iemand met, je kan toch zeggen, hij heeft zoveel spelers meegemaakt. En hij is al zo lang in de game, zo gezegd. Dat hij niet zo gretig is, maar nog steeds sprong hij af en toe op. Begint hij te schreeuwen en dat was wel mooi om te zien.